leuk dat jij weer een LOL Surprise video bij mij komt kijken. Zoals je ziet, ik heb 5 nieuwe ballen gekocht. Had ik besteld bij bol.com, maar ik zag wel dat ze nu weer uitverkocht waren. Ik ga vandaag weer 1 bal openmaken en dan heb ik 3 ballen voor volgende weekend. En dan heb ik er nog eentje over voor een week daarna. Zoals je ziet maak ik ook best wel andere LOL Surprise video's. Knutselwerkjes, dus hoe je leuke kleertjes kan knutselen. En mijn man is best wel goed in het omtoveren van mijn poppen tot andere karakters. Harlequin en Belle. Nou, wil je zien wat voor een LOL Surprise video's ik allemaal nog meer heb? Ik heb ze allemaal in een afspeellijst. Hier zie je een eer. Daar plaats ik een linkje waar je alle video's ziet. Hoef je niet op te klikken. Ben je klaar met kijken van deze video? Dan klik je hier in de hoek en daar zul je hem dan dus zien. En dan klik je erop en dan zie je al mijn LOL Surprise video's. Voor vandaag 1 bal, dus veel plezier met mijn filmpje. En daar gaat hij. Laag 1. En dat is een rebus. Oh, die ken ik nog niet. Ik hou even mijn vinger op het antwoord. We zien een jurk en een ventilator. Even in het Engels nadenken. Dress. Oh ja, ik denk dat ik hem wel weet. Even kijken. Ja, ik zie het. Wat zullen we doen? Ik zal deze nog wel even aan het einde van de video dan nog een keer het antwoord laten zien. En daarna kijk ik voor de volgende week wat jullie liever hebben. Dat ik het inderdaad het antwoord aan het einde van de video laat zien. Of dat jullie het in een comment plaatsen en ik steeds zeg of het wel of niet goed is. Ik ga even spieken. Oh, ik had hem bijna goed. Ik had hem bijna goed. Ik had één woordje fout. Oké, dan gaan we door. Laag 2. En dat is de sticker. En die rebus is ook een sticker hoor, dat klopt. Zo, die gaan we straks gebruiken bij het onderzoeken wat de pop kan. De pop kan straks 1 van deze 4 dingen. Soms zelfs 2, dat is ook wel eens voorgekomen bij mij. Oh, ik zie iets. Ik zie een kleur. Oh, wat gaaf. Dat betekent een special edition. Oh, ik hoop op de 2 baby's. Die lijkt me heel erg leuk, de 2 baby's. Weet je, ik ga even de kaarten bijpakken. Die heb ik nog helemaal niet erbij gepakt. Dan kan ik gewoon kijken welke hebben allemaal een special edition. En zou ik dus kunnen hebben. Oh, wat gaaf. Ik denk dus dat ik een gouden bal heb. En een gouden bal, dat zou dus kunnen betekenen dat ik een rare heb. Dat is een zeldzame. En als ik dan een beetje hier kijk naar de zeldzame, dan kan het 1 van deze zijn. En ik heb al Crystal Queen en Glitter Queen en Cosmic Queen lijken me ook heel erg leuk om te krijgen. En even kijken welke nog meer. Nee, dat zijn dus de enige paarse die ik zie. En ik zou het. Hoor ik hier zeldzaam? Ik denk het. Kijk, mijn bal is goudkleurig. Dus in een gouden kleurige bal denk ik dat daar een rare zit. En nou weet ik niet of het dan per se een van deze zijn. Of dat misschien ook wel de babytjes erin zitten bijvoorbeeld. Nee, de baby is ultra rare. Dat klopt. Alleen de ballen komen niet altijd overeen met dit. Dus nou, ik zou zeggen, maak ze nou open. Ja, ik ga gauw door. Even kijken, hier kunnen we het al een beetje aan zien. Want dit is een flesje en aan het flesje kunnen we het vaak al wel zien. Het is in ieder geval 1 flesje, geen 2. Dus het zijn niet de baby's. Maar dat doe ik weer heel handig. Ga ik uitpakken en dan neem ik geen schaartje mee. Dit is natuurlijk ook wel weer grappig, want dit heb ik nooit gezien. Ik heb alleen die eindresultaten gezien. Het is in ieder geval een nieuwe. Deze hebben we nog niet. Ik denk dat ik hem al zie. Nog niet verklappen. Kinderen willen niet dat je het verklapt. Oké. Ik laat altijd zo zien. Je kan aan de kleuren zien welke je hebt. Dus kijk met mij mee op de kaart. Als jij al raadt welke het is, nou, dan mag je het natuurlijk in een comment laten weten. En dan zeg je, ik heb het geraden. En dan zeg je hoe ze heet. En dan zeg je bij het flesje. Ik hoop die. Oh, die is wel leuk. Oh, babycat. Ja, die wil jij graag ombouwen tot Catwoman. Ja, hè? Maar die staat bij Popular, dus dat is hem waarschijnlijk niet. Trouwens, ik wil dat gewoon even weten als ik nu toch hier ben. Hoe vinden jullie die poppen nou ruiken?
Jij ruikt er altijd aan? Nee, maar ik vind die geur vind ik zo sterk. Het is een soort zoete geur zit eraan. Wat vinden jullie nou van de geur van zo'n LOL Surprise Pop? Nou, Gamer Papa wil dat graag weten. Laat het weten in een comment. Wat vind je van de geur? Dat betekent wel dat ik dus iedere keer als ik op mijn computer zit aan het vertellen ben wat ze tegen je zeggen, hè? Ja. Oké, leuk. Wij gaan gauw verder. Gaan we naar de volgende laag. Het is nou wel spannend, hè, welke we zullen hebben. Ja. Nou, het zal vast geen babycat zijn, maar nee, ja, die wil ik hebben. Nee, ik denk het niet. Oh, er is er trouwens nog één, die had je me laten zien. Dat is met een, die heeft een supercape. Waar is die ene met die cape? Dat was een superhero. Ja, zij, superbaby. Superbaby, die wil ik ook hebben, want daar kan ik ook een superhero ombouwen. Nou, wij gaan kijken. Ik heb inderdaad een gouden bal. Wat heb ik hier? De schoentjes. Het zijn in elk geval schoentjes en geen laarsjes, voel ik. De superbaby is het dan al niet. Ja, het is ook niet babycat. Het zijn twee roze schoentjes. Oh, dat is het fancy. Ik denk fancy. Ga jij de boel even niet verklappen? Ik hou weer de schoentjes erbij. Kijk mee op de kaart welke kleur schoentjes het zijn. Alleen waar, de roze. Waar zit fancy dan? Ik zie fancy niet zo snel. Daar is het fancy. Fancy. Dat is de enige die ik ken. Ja, die lijkt me ook wel leuke schoentjes. Line dancer. Kan je er wat mee met Line Dancer? Oh, wacht even. Royal Heine en Leading Baby. Hebben ook roze. Hebben ook roze. Ja, er zijn er wel meer met roze. Nou, we gaan gauw door. Want volgens mij vindt Gamer Papa het wel super spannend. Ik vind het wel leuk weer een gouden bal. Okay. Wie zat er in de vorige gouden bal dan? Crystal Queen had ik. Oké. Dus die heb ik nu niet. Dus ik weet dat het nu een nieuwe is. Hier gaan we het jurkje uithalen. Of zit hier ook weer een pizza onder? Een gouden pizza. Mmm. Houd dat in. Nou, als ze straks in een hangout zitten, dan krijgen ze een bordje met een gouden pizza te eten. Hé. Hey. Je zou maar een gouden pizza krijgen. Misschien is dat wel extra lekker. Dat is heel slecht voor je tanden. Oh ja, dat is waar. En als ik honger heb, heb ik niks aan goud. Oh, dat is niet fancy. Nee, dat is niet fancy. Oh, kijk dan, het jurkje ziet er wel heel mooi uit. Die is wel grappig. Weet je nog dat je gisteren zei dat één pop een beetje lijkt op een superster, op een zangeres? Op Lady Gaga. Ja, je vond één pop heel erg op Lady Gaga lijken. Nou, en die hebben we denk ik nu. Naast Lady Gaga had je geen ander ideetje, hè, met het pop? Met nee. Pop. Maar ik dacht dat die vond ik op Lady Gaga lijken. Oh ja, dat is waar. Oh ja, nee, dan, nee, dit is een andere pop. Ja, want die heeft geen jurkje aan. Oh ja. Diva. En wel, want die heeft echt het Lady Gaga haar. Ja, nee, dat is waar. En het Lady Gaga pakje, want die had ze ook aan in een foto, hè? Ja. Oké, okay, wij gaan naar mijn... Ik zie er allemaal papiertjes in. Wat... Hé, hey, waar is mijn accessoire? Hier zit er nog in. Ja, er zitten allemaal papiertjes in. Dit is inderdaad, ja, zegt iets over hoe het allemaal werkt. En je vindt mijn pop zo geurend? Hij zit nou met te wapperen hier zo. Oké. Wij gaan kijken. Wat heeft ze als accessoire? Het voelt wel groter aan dan normaal. Oh, kijk. Een strikje op de haren. Ik denk dat jullie allemaal nu wel kunnen zien welke ik heb, hè? Bij het jurkje eigenlijk al. En dan gaan we gauw naar de pop kijken. Maar dat is wel leuk, want je had wel vaker dat je dacht van... ik heb zo'n pop met veel haren nodig voor iets wat je wilde maken, maar dan zonder strik. Oh, wat prachtig. Oh, nee, je kan niet over de glitters heen verven. Dat is heel erg zonde. Ik vind haar heel erg mooi. Grappig, het lijkt wel een spaarpot. Oh, dat is voor haar strikje natuurlijk. Ja, ik denk al, is het een spaarpot? Oké, okay, nou, ik ga er even helemaal aankleden. En dan gaan wij onderzoeken wat ze nu precies kan. Jij gaat mijn pop ruiken weer. Tot zo. En daar staat ze dan. Nou, ze ziet er echt prachtig uit. In haar hangout kan ze ook nog lekker zitten en lekker uitrusten. En ik haal even haar flesje eruit. Haar bordje met pizza kan ze ook even daar lekker zitten eten. We gaan er even drinken geven en kijken wat ze kan. Ik heb haar al met water gevuld, want het is beter om ja, toch echt iets van 6, 7 of 8 keer met water te vullen voordat je gaat kijken wat ze kan. Ik leg haar neer. Het is altijd beter om haar liggend te voeden, want dat werkt dan gewoon het best. Nou, we voeden er even
En we gaan kijken, wat kan zij? Oh, we zien het al. Zij spuugt. Haar water kan ze niet binnenhouden uit haar flesje. En dat spuugt ze er dan zo weer uit. We gaan eventjes ook nog naar de bal kijken. Nou, dit haar bordje pizza kan natuurlijk weer gewoon aan de onderkant weer terug in het bakje. Maar het staat altijd beter als hangout zonder. Hier kan ze dus in staan, dat zag je net. Hier kan ze dan in te zien zijn. Als je al je popjes zeg maar zo naast elkaar zet, dan is dat best wel leuk om hierin uit te stallen. En eventjes kijken, deze moeten we in elkaar drukken weer. En dan moeten we altijd heel goed kijken dat ze in elkaar klikken. Ja. En dan is dit dus een tasje waarmee je je pop makkelijk mee kan nemen. Als je bijvoorbeeld weer naar, je gaat naar opa en oma of zo. Of je gaat ergens heen en je wil je popje meenemen om daar te laten zien. Kan je het zo in je tasje, je pop erin, kun je het makkelijker meenemen. Oké, nou dat was dan weer de video voor vandaag. Ik hoop dat je het uitpakken leuk vond. Wil je nog meer video's bekijken? Nou ja, je weet dat je het hier in de hoek kan kijken. Vind je de video leuk? Vergeet het niet een like te geven. Voor nog meer LOL Surprise video's kan je hier gratis mijn kanaal abonneren. Hieronder zie je mijn mans kanaal, Gamer Papa. Daar zijn nog twee leuke videotips. En ik zal hieronder linkjes plaatsen naar al mijn andere LOL Surprise video's. Maar ook waar je het kan kopen. Doepa doe!